Breda Nu. Je weet het meteen. De voorjaarskermis is er weer. De nostalgische kermis met kleine attracties voor jong en oud. We gaan kijken hoe de sfeer is. Het is natuurlijk niet heel druk. Het weer zit niet echt mee vandaag. Maar we gaan even een rondje maken. Wat vind je ervan? Ik vind van de kermis. Een leuke kermis, maar weinig. Weinig attracties, of wat bedoel je? Ja, weinig attracties. Je had veel liever meer attracties gewild. Ja, dat wel. Maar Poesje blijft leuk. Nou, ik vind Breda een hele mooie stad. En tot nu toe wordt de kermis ook goed ontvangen, dus daar ben ik wel blij mee. Ja. Vandaag natuurlijk minder mooi weer, dat zien we ook misschien terug. Maar hoe is het de andere dagen gegaan met mooie weer? Nou, de Pinksterdagen waren denk ik, zijn op zich goed bezocht. En ik heb veel lachende gezichten gezien, dus de mensen hebben ervan genoten denk ik. Ja. Echt een nostalgische familiekermis. Hè? Mm-hmm. En dat is wat hier staat, dat is ook allemaal nostalgie zie je er wel. Dit heeft u ook allemaal zelf gemaakt? Zelf gebouwd, er zit ongeveer 30 jaar werk in. 30 jaar? Ja. En nee. Ik heb eigenlijk nog meer bij me, maar dat kan ik niet buiten zetten. Aan deze kant, op de beneden staat ook nog een dubbele draaimolen. Mm-hmm. En die heb ik opgemerkt in Duitsland, in Brühl. Mm-hmm. Fantasialand. En die heb ik ook nagebouwd. Nou, die staat onder die tafel. Maar ik kan hem niet buiten zetten, want in verband met een slechte weersgesteldheid. Ja. Okay. Nou, dit is een replica van een Franse carousel uit 1895. Nou, ik vind het wel leuk. Ben je lekker muntjes aan het schuiven? Ja, is wel leuk. Altijd prijs, hè? Ja, altijd prijs? Nee, grapje. Heb je al veel muntjes eruit weten te halen? Ja, we hebben vooral veel van die bonuspunten weten te halen, maar we hebben niet meer heel veel muntjes. En wat ga je straks uitzoeken? Ga je iets leuks uitzoeken? Ik weet nog niet, knuffel of zo. Breda Nu. Je weet het meteen.